De laatste granenflits van oktober alweer. En we zien op de Matif in Parijs een relatief stabiele week. Afgelopen week een prijsniveau rond de 181 euro per ton voor het decembercontract tarwe. En dat is het hoogste niveau in 3,5 maand tijd. CBOT moest wel iets later, zit zo rond die $190 per ton. Op de wereldmarkt een vrij hoog prijsniveau. Heeft te maken met een vlotte export, vooral in Europa, Zwarte Zee-regio, die goed doorloopt, vooral richting Noord-Afrika voor de Europese tarwe. En marktinsiders denken dan ook dat dit prijsniveau niet heel lang meer stand kan houden. We zitten op relatief hoog niveau en die zal waarschijnlijk iets terug gaan lopen in de komende weken tot aan het nieuwe jaar, zo is de gedachte. Kijken we naar Noord-Amerika, dan zien we dat de oogst daar nog altijd niet klaar is van de granen. Er is opnieuw sneeuw gevallen. In Canada, VS is wel wat gebeurd. In Europa heeft nat weer vooral voor problemen met het uitzaaien gezorgd. Zo is in Frankrijk nu 30% van de tarwe gezaaid, terwijl dat normaal toch wel 50% is. Dus dat wordt ook nog een klein spannend staartje.